Donderdag 26 mei startte de wereld even in. Gesine's boer is overleden. Mijn technuit en maatje. Gesine's kwam bij de radio via Theo Oldenburger. En hij zat er heel snel achter de knoppen, zoals bij de seniorenshow, de gezondheidslijn of Stadmers. Iedereen kent Gesine's ook van de bingo, de regelaar. Wie verhuist nou al die bingoballen? Dat moet ik allemaal doen, dus het was nog een hele klus. Dus ik had al dat de balletjes weg waren, dus ik heb al gezegd nee, dat kan niet, want ik heb alles achter slot en grendel. Dus het was nog een hele drukke klus om alles bij elkaar te houden. Komt natuurlijk heel precies. En waar moeten de luisteraars dan straks hun bingoprijzen afhalen? Niet meer hier? Nee, dat gaat straks allemaal naar de Mauritsstraat. Dus we moeten nog even uitleggen waar het allemaal is. Dus we hebben, vanavond hebben we dan een uitzending nog voordat we gaan verhuizen. Dus we gaan eerst de mensen uitleggen dat de week daarna, dus volgende week, dat ze naar de Mauritsstraat moeten. Dus dat wordt nog even uitleggen waar dat is. Maar ik denk dat we de luisteraars wel al wat weten. Hij was vaak bij de radio. Gezien is in de loop der tijd is hij een huisvriend geworden. Hij lachte mij vaak uit om mijn Engels, want dat was niet zo goed. Samen hebben we besloten bij de seniorenshow om het Engels maar te veranderen in Nederlands. En toen ging dat een stuk beter. Gezien ging ook vaak met zijn vader naar Duitsland boodschappen doen. En als hij terugkwam, nam hij vaak een chocolaatje voor me mee. Maar ook Gesine's van, ik snap dit niet zo goed, op de computer. Oh, wacht maar, zei Gesine's, wat snap je niet? Ja, maar dat is dan thuis. Oh, geef niks. Als we klaar zijn, ga ik met je mee. En hij legt het uit. En ik kon het weer en ik snapte het allemaal. Daar zal ik hem heel veel in missen. Maar zo was Gesine's. De computerman, de radioman, mijn technoot, mijn maatje.